bid ik u namens de Ecumenische Werkgroep Voor en het Interkerkelijk Koor Salem welkom bij de vijfde viering van dit seizoen. Zocht een mals en vet kalf uit en gaf een knecht opdracht het zo gauw mogelijk klaar te maken. Toen het klaar was, zette hij het met boter en melk zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij zelf bij hen onder de boom staan. Ze vroegen: "Waar is uw vrouw Sarah?" "Binnen, in de tent," antwoordde hij. Toen zei een van hen: "Volgend jaar kom ik bij u terug.
Dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Omdat de man voor de ingang van de tent stond, hoorde Sara wat hij zei. Abraham en Sara waren allebei erg oud. Sara werd al lang niet meer ongesteld. Daarom moest ze in zichzelf lachen. Ze dacht, gemeenschap op mijn leeftijd? Daar geniet ik toch niet meer van. Ik ben afgeleefd en ook mijn man is al oud. Maar de Heer zei tegen Abraham, waarom lacht Sara? Waarom twijfelt ze eraan of ze op haar oude dag nog een kind kan krijgen? Zou voor mij iets onmogelijk zijn? Volgend jaar, om deze tijd, zal ik bij u terugkomen en dan heeft Sara een zoon. Sara was bang en ontkende. Ik heb niet gelachen. Maar hij zei, je hebt wel gelachen. Toen zei de Heer, over de inwoners van Sodom en Gomorra dringen ernstige beschuldigingen tot mij door. Zij doen erg veel kwaad. Ik wil erheen gaan om te zien of die beschuldigingen werkelijk waar zijn of niet. Ik wil het weten. Toen gingen de twee andere mannen op weg naar Sodom. Maar de Heer bleef nog bij Abraham staan. Abraham kwam nog een stap dichterbij en vroeg, bent u werkelijk van plan
om de schuldigen met de onschuldigen om te brengen, als er 50 onschuldige mensen in de stad zijn, zou u haar dan verwoesten? Zou u om die 50 de stad niet sparen? U kunt de onschuldige toch niet met de schuldige doden? Dan zou er toch geen verschil meer zijn? Nee, dat kunt u niet doen. U bent de rechter van de hele aarde. Zou u dat onrecht doen? Als ik in Sodom 50 onschuldige mensen aantref, antwoordde de Heer, zal ik omwille van hen de hele stad sparen. Ja, maar, zei Abraham, nu ik eenmaal zo brutaal geweest ben om met u te spreken, hoewel ik daar geen enkel recht toe heb, veronderstel ik dat er aan de 50 5 ontbreken. Zou u dan om die 5 de hele stad verwoesten? Nee, zei de Heer. Als ik er 45 kan vinden die onschuldig zijn, zal ik de stad niet verwoesten. Maar als het er maar 40 zijn, ik zal het niet doen, zei de Heer, om die 40. U moet niet kwaad worden, Heer, zei Abraham, als ik toch verder ga. Stel dat het er 30 zijn. Ik zal het niet doen, zei de Heer, als ik er 30 aantref. Ik ben zo brutaal toch maar verder bij u aan te dringen, zei Abraham. Misschien worden er 20 aangetroffen. Zelfs 20 mensen, zei de Heer, zullen voor mij een reden zijn de stad te sparen. Ik hoop niet dat u kwaad wordt, Heer, als ik nog 1 keer bij u aandring. Stel dat het er 10 zijn. Ook als er 10 onschuldige mensen zijn, zei de Heer, zal ik de stad niet verwoesten. Toen brak de Heer het gesprek af en ging weg. Abraham keerde terug naar huis.
trok zich het lot van Sara aan, zoals hij beloofd had. Sara werd zwanger en schonk Abraham nog op zijn oude dag een zoon. Het was precies de tijd die God had genoemd. Abraham noemde zijn zoon Isaac. Hij besneed hem toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Bij de geboorte van Isaac was Abraham 100 jaar oud. God maakt dat ik weer lachen kan, zei Sara. En iedereen die het hoort, wordt blij en lacht mee. Wie had, zo ging ze verder, Abraham durven voorspellen dat ik ooit kinderen de borst zou geven? En toch heb ik hem, op zijn leeftijd, nog een zoon geschonken. Thank you.
morgen, heel vroeg nog, gaf Abraham aan Hagar wat voedsel en een leren zak met water. Hij zette het kind op haar schouder en stuurde haar weg. Zij ging naar de woestijn van Berzeba, maar daar verdwaalde ze. Toen er geen druppel water meer in de zak over was, liet ze het kind achter onder een struik. Ze ging zelf een eind verderop zitten, zo ver als de pijl van een boogschutter reikt. Want, dacht ze, ik wil niet zien hoe mijn kind hier doodgaat. En ze barstte in tranen uit. God hoorde de jongen schreeuwen en vanuit de hemel riep de engel van God: wat is er, Hagar? Wees niet bang. God heeft de jongen gehoord, daar onder die struik. Ga naar hem toe. Neem hem in je armen en houd hem stevig vast. Ik zal van zijn nakomelingen een groot volk maken. God opende Hagar de ogen en zij ontdekte een waterput. Ze ging erheen, vulde de waterzak en liet de jongen drinken. God zorgde ervoor dat Ismaël voorspoedig opgroeide. Hij ging in de woestijn Paran wonen en werd een bekwaam boogschutter. Zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor.